Onlangs heeft de gemeente Zwarte Waterland een aantal monumenten en bezienswaardigheden laten voorzien van ANWB-bordjes. De Stichting Vrienden van Genemuiden neemt u mee in een aantal korte stadswandelingen langs de ANWB-bordjes in Genemuiden. Vandaag de tweede wandeling langs monumenten van een armoedig bestaan. We staan hier bij de oude begraafplaats. Ook in Genemuiden was het tot 1828 gebruikelijk om de doden in en rond de kerk te begraven. Toen dat verboden werd door koning Willem I, werd hier, net buiten de bebouwde kom, een begraafplaats ingericht. Later, in 1871, werd daar het lijkenhuisje bij gebouwd en werd de begraafplaats ook omheind. Enkele jaren later is hij in noordelijke richting wat uitgebreid en dat gebeurde in 1949 nog een keer. Aanvankelijk kende de begraafplaats drie klassen graven. Eerste, tweede en derde klasse. De welgestelde Genemuidenaren werden achter op het kerkhof begraven in eerste klas graven. En mensen die iets minder rijk waren, maar het toch nog konden betalen, kozen voor een tweede klas graf. Die graven van de eerste en tweede klas, die kon men kopen voor voortdurend gebruik, zoals dat heette. De derde klas graven kocht men alleen voor 10-jarig gebruik en die waren voor de arbeiders. En in deze klasse vielen ook de gemeentegraven en dat waren graven waar mensen op volgorde in werden begraven. Dus niet samen met familieleden, maar op volgorde van overlijden met 3, 4, soms wel 5 mensen in 1 graf. En over het algemeen waren daar ook heel wat kinderen bij. De 19e eeuw was voor Genemuiden een periode van grote armoede. Burgerlijke overheid en kerk hadden daar zeker oog voor en werkten vaak goed samen wat betreft de armenzorg en de bedeling. Het was dan ook met medewerking van de burgerlijke overheid dat de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk in 1842 besloot om een diaconie-armenwerkhuis op te richten. Daar werden de verarmde bewoners van Genemuiden opgevangen. Vaak waren het weduwen en weduwnaars, soms met kinderen nog. Ouderen die alleenstaand waren geworden. Maar er werden ook mensen met een verstandelijke beperking en soms ook wel een enkele zwerver in opgenomen. Vanaf 1846 was het ook een weeshuis. De zorg die was er goed, maar de regels die waren over het algemeen streng. En men schroomde niet om straffen uit te delen wanneer tegen die regels die vaak reinheid betroffen of kerkbezoek een straf op te leggen. En dan over het algemeen was dat een periode van huisarrest. Het huis stond onder leiding van een vader en een moeder en dat was een echtpaar zonder kinderen. En het huis beschikte zelf over een boerderij, voor eigen gebruik waren de artikelen, en een mattenvlechterij waarmee men probeerde nog een kleinigheid te verdienen. Bewoners die nog in staat waren om te werken werden geacht hun aandeel daaraan te leveren. Kinderen kregen een opleiding en ouderen werden hier tot hun dood verzorgd en ook vanuit het armenwerkhuis begraven. Kinderen die een opleiding voltooid hadden en het armenhuis gingen verlaten, kregen een Bijbel mee, een stel nieuwe kleren en, als het van toepassing was, ook een set gereedschap. In materieel opzicht hadden de bewoners het dus niet slecht, zeker niet in verhouding tot waar ze over het algemeen vandaan kwamen. Maar of er nou ook aandacht was voor persoonlijke zorgen en problemen, dat is de vraag. Maar dat is ook misschien iets van deze tijd. Het armenwerkhuis werd in 1934 opgeheven, maar het huis staat er nog steeds, al is het nu in particulier bezit. En het staat nog steeds aan wat in de volksmond van Genemuiden de Ermesdiek heet. In deze steeg hebben we nog steeds één kamer
waarin de bewoners oorspronkelijk woonden, kookten en sliepen en ook biezenmatten maakten. Geermuiden is zeker welvarende, maar ook heel slechte tijden gekend. Rond 1850 schrijft de gemeente dat de bevolking straatarm is. Het overgrote deel is als arbeider afhankelijk van seizoenarbeid op het veld of in de biezen. Interwinter weven ze thuis matten op een mattenraam. Arbeiders woonden met hun vaak grote gezinnen doorgaans in eenkamerwoningen, gelegen aan smalle, onverharde stegen. Zonlicht kwam er niet in, of nauwelijks. En die ene kamer moest men dus wonen, koken en slapen. En 's winters ook werken op het mattenraam. Het was geen wonder dat in deze armoedige en onhygiënische situaties regelmatig besmettelijke ziekten als cholera en tyfus uitbraken. Hoe lang zou die situatie nog zo geduurd hebben? Best nog lang. Zeker tot in de 20e eeuw. In 1908 had meer dan de helft van de 450 geregistreerde woningen in Geermuiden nog steeds slechts één vertrek. Hier, in deze steeg aan de hoek, staan nog altijd enkele woningen die niet meer dan één kamer bevatten. Voor ons zien we een aardig huisje. Het is niet groot, maar de verwachtingen zijn dat dit een van de oudste huisjes van Geermuiden is. Je ziet dat het is gemetseld uit kleine steentjes. En de bovenste gevel, de topgevel, die heeft een soort vlechtwerk. Het waren de arbeidershuisjes die vroeger in grote delen van Geermuiden stonden. Eerder met gele ijzersteentjes, later op deze manier. En ook in de Lange Straat waren heel veel van dit soort huisjes te vinden. Tegenwoordig is het de laatste in zijn soort in Geermuiden. Het huisje werd in Geermuiden bekend, maar ook landelijk, toen hier Helmich van Dalsen zijn smederij had. En die man die was bekend omdat hij snitten maakte. En je zult zeggen, wat is nou een snit? En een snit was wat je hier ziet, wat ik in mijn handen heb. En dat was een stuk snijgereedschap waarmee biezen werden geoogst. Een redelijk korte steel eraan. En met deze snit werden dus biezen van de bodem van de Zuiderzee hier dicht bij Geermuiden geoogst. En die man die had de slag van, want hij was echt bekend om de kwaliteit van zijn snitten. In late jaren werd het weer een woonhuis. En tegenwoordig is daar in gevestigd Galerie De Diek. Naar de Hassel De Diek die hier begon. Voor ons zien we de voormalige dokterswoning. In de 19e eeuw en ook in de eeuwen ervoor was de gezondheidszorg een zaak van de gemeente en die benoemde daarvoor een stadsarts. En die stadsarts die woonde in het huis van de geneesheer en dat huis was ook eigendom van de gemeente. Dit huis wat we voor ons zien, dat is gebouwd rond 1805 en heeft Hollands klassicistische invloeden. En eigenlijk wel met een beetje een Fries idee. Op het dak zien we dat terug in de schoorstenen en in het dakpan. De rechterwoning heeft een heel andere stijl. Daar stond vroeger het huis van de vroedvrouw. Ik heb hier een oude foto. En ook deze woning, die we hier aan de linkerkant zien staan, overleefde in 1868 een stadsbrand. Daar woonde de vroedvrouw. En in 1901 werd deze woning herbouwd in neo-renaissance stijl. Onder leiding van de gemeenteopzichter. Die beide woningen, ik noemde het net al even, die overleefden in 1868 de stadsbrand doordat Leen het Eenkhoorn, liggend in de goot met een natte dweil, de brandende gootlijsten wist uit te doven. Het blijft een bijzondere plek, want het was tevens ook de hoogste plek van onze plaats. Bij een eerdere ramp in 1825, toen er watersnood was in de noordelijke provincies, kwamen op deze plek veel Geermuidenaren bijeen in deze woning om zich een veilige plek te bieden. In 2007 vertrokken van deze historische plek de huisartsen om zich te vestigen aan de Julianenstraat in de nieuwe huisartsenpraktijk. En vanaf die tijd wordt de woning particulier bewoond. In dit pand, nu dus Langestraat 96, is in 1868 de grote stadsbrand van Geermuiden begonnen.
In het pand was in de tijd een bakkerij gevestigd van bakker Hendrik Gerrits van Dijk. Op de avond van de biddag, 11 maart 1868, ontstond hier een brand die in een razend tempo om zich heen heeft gegrepen. In totaal werden er 105 woonhuizen, maar ook een heleboel hooibergen en schuren verwoest. En dat niet alleen, ook het gemeentehuis met het oude archief en de fraaie kaaischool aan de Kruisstraat gingen allemaal in vlammen op. 600 inwoners zijn er dakloos geraakt. En dat het vuur zo snel om zich heen kon grijpen, dat kwam omdat heel veel van de huizen in de tijd nog met riet gedekt waren, maar ook omdat er hooibergen tussenin stonden. En de kleine huisjes die er tussenin stonden, daar lagen vaak rollen biezenmatten op de zolders opgeslagen, want het was het eind van de winter en al die biezen die waren toen tot matten verwerkt. Als door een wonder is er niemand bij om het leven gekomen. De oorzaak van de brand is eigenlijk nooit goed duidelijk geworden, maar men keek wel in de richting van de bakker. Hij had immers op de middag van die dag zijn vrouw en kinderen naar zijn schoonouders buiten Genemuiden gebracht. Bewijs is er nooit geleverd, maar de bakker heeft na verloop van tijd Genemuiden wel verlaten.